ben wat gaan experimenteren met NKG, dus veel groenbemesters stelen en die ook de winter over laten staan. Het probleem was daar wel een beetje bij van ja, hoe kun je die groenbemesters goed bewerken in het voorjaar, zodat je ook weer wat kunt zaaien of poten en doen, zeg maar. Dat is wel wat gepuzzel. Het landbouwportaal kwam in beeld en heb ik Albert Verkoot als bodemcoach uitgenodigd om daar eens over te komen praten, te adviseren. Dus we zijn samen aan het spitten geweest in de grond. Kijken wat de groenbemesters doen, gekeken of we ploegzolen konden vinden en nou ja, gekeken of we eigenlijk goed bezig zijn op de weg zoals we nu aan het doen zijn. Al pratende kwamen we eigenlijk ook wel op de conclusie dat van ja, die groenbemesters goed klein maken in het voorjaar, dat nogal een verbeterpunt is of een punt van aandacht is, zeg maar. Toen hebben we als advies gekregen om daar iets mee te doen. En was er de mogelijkheid om een biomulch machine met subsidie aan te schaffen. Dat geeft eigenlijk toch op een hele laagdrempelige manier de mogelijkheid om gewoon echt heel concreet even iets aan te pakken. In mijn geval dan die biomulch machine. Dat was eigenlijk best wel een kans. En dan die hebben we aangegrepen en de machine ook daadwerkelijk aangeschaft.